En nu is er misschien wat meer ruimte dan normaal. Goede paas van Nouri op Tjerni. Waardoor hij ook meteen verder kan. Met Jacoba bij zich. En goed gegeven, dit moet toch een treffer zijn. En dat is het dan ook. Heel rustig afgemaakt uiteindelijk door Cachera. Maar die had ook zoveel tijd. Maar het baanbrekend werk wordt verricht door Nouri. Die Tjerni wegstuurt. En die eigenlijk meteen om zijn directe tegenstander Jacoba heen is. Vanwege die paas van achteruit. En dan maakt Cachera het nu wel rustig af. Deze paas. Breekt de boel eigenlijk al open. Tjerni blijft daarna heel rustig hier. Hoe vrij Cachera mag staan, dat is natuurlijk ook een vervolg wat er niet echt bij hoort. Maar dit is een uitstekende paas van Nouri om Jacoba heen. En dan Tjerni met nog één beweging en Cachera. 0-1. Van Nuland. Uiteindelijk. Een simpel inzet voor Boer. En dan liggen we helemaal open. Als Stout in de fout gaat, Tjerni, blijft hij geduldig voor El Ghazi. Ja, dan is het 0-2. Wat een cadeautje zeg. Ja, als je ze zo gaat weggeven, dan zijn alle goede bedoelingen heel gauw voor de prullenbak. El Ghazi natuurlijk blij. Goed gedaan van Boer, die nog even wat te vertellen heeft tegen Dijks. En geen best moment voor Stout. Inzet van Ignacio, die is simpel voor Boer. En dan moet Stout hier de boel controleren, maar hij is niet de grootste en verkijkt zich hier. En dus kan Tjerni, laten we zeggen dat El Ghazi net achter de bal blijft. Ik heb zo de indruk dat de assistent er ook nog niet helemaal op één lijn was. Maar goed, hij telt. Dat is dan goed dus voor Ajax. Dat binnen het half uur. Dijks, goed gegeven op Tjerni. De Ligt. Van der Beek, geen buitenspel. Van der Beek kan hem ook teruggeven op Cachera. En die maken er heel simpel 0-3 van. Ja, zo gaat het wel erg snel. ...33e minuut, 0-3, de tweede voor Cachera. Dit keer op aangeven van Van der Beek. We zijn veel te lichtzinnig bij Kozakken Boys. Hier stapt Stout in. Kan er allemaal niet zoveel aan doen, maar de achter wordt buitenspel opgegeven. Ja, en dan kan hij verder. Dan blijft hij rustig, Van der Beek. Met zoveel ruimte moet je geen enkele voetballer geven, maar zeker niet deze van Ajax. Cachera schuift zijn tweede van de avond binnen. Goede paas van de Beek op Nouri. En Nouri weer met een prachtige paas. Ja, dat had effect aan. Dat had ook niet op gerekend. Wat een prachtige paas is dat van Nouri. En het effect is zodanig dat de bal naar Tjerni toe komt en van de doelman afgaat. Ja, dat is prachtig gedaan. Ook die van der Beek op Nouri. Dan ligt het meteen open. Dan is hij misleid. Let op Van der Beek. Die ziet meteen Nouri. En Nouri ziet Tjerni. En dan draait de bal naar hem toe. Waardoor Den Hartog te laat is. Het effect helpt Tjerni. Kijk. Dat doet hij heel beheerst hoor trouwens. 0-4. Twee assists en één treffer voor Tjerni. Op het juiste moment gaan, op het juiste moment blijven. Als je dan mensen achter je hebt die het vele bewegen goed inspelen, krijg je snel gevaarlijke situaties. Nouri, die is een balletje nu op Clement. En die schiet hem keurig binnen, wat is een mooi debuut. Ja, die maakt het dan ook waar als Ajax ziet, hè. Scoren bij je debuut en hij doet het wel heel snel.
ongeveer binnen 5 minuten. Misschien iets daarboven. Pelle Clement zorgt voor 0-5. En zorgt dat hij nu helemaal in de boeken komt. Nouri, dat is toch weer een prima paasje. Clement die in één beweging dan bot kwijt is. Goeie paas weer van Nouri. De beweging van Clement mag er ook zijn en Ten Hartog is dan verrast. 0-5. Niet te doen. De weinige tijd die rest. Officieel iets meer dan 200 Ajax-supporters hier gekomen. Ja, daar heeft dan toch al snel na zijn debuut wist te scoren op aangeven van Nouri. Hij schoot nog een keer op de lat. Mooie beweging van de Jong. Nouri. Wat een prachtige paas van hem. Wat denk je hier weer van? Nou, die moet hij eigenlijk afmaken, Clement. En dat doet hij dan ook. Het is weer zo'n paas van die kleine middenvelder. Aanvallen, noem maar wat je wilt. Nouri. Die zo splijtend is dat er meteen een vervolg aan zit wat gevaarlijk is. En Clement scoort dus niet één keer bij zijn debuut, maar hij doet dat dus twee keer. Weer op aangeven van Nouri. En zo de stand in de 88ste minuut op 1-6. Echt een paas die alles opengooit. En Clement die door zijn aanname zichzelf ook een ruimte verschaft die wat groter is dan waar hij in eerste instantie is. Kijk, hij tikt de bal naar het midden. Waardoor het doelvlak nog groter is. Dan schuift hij beheers binnen.